De minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, zijn excellentie meester Kals, was deze dagen in gezelschap van de burgemeester van Amsterdam en vele anderen aanwezig bij de eerste opnamen van een nieuwe Nederlandse speelfilm in de filmstudio's in Duivendrecht. De minister sprak er enige tijd met de acteurs en met de andere medewerkers, waarna hij officieel werd verwelkomd door de voorzitter van de Raad van Beheer der Filmstudio's, de heer Van Rooyen. We weten, uw tijd is beperkt en ondanks uw drukke bezigheden hebt gij toch gelegenheid gevonden om hier aanwezig te zijn. Hierna hanteerde de minister het bekende studio-attribuut de klap dat het nummer van de scènes aangeeft. Vervolgens hield zijn excellentie een toespraak waarin hij onder meer zei... Het doet mij zoveel genoegen dat er hier in Nederland op het ogenblik een vrijwel geheel Nederlandse staf van ervaren lieden in staat is om een nieuwe, een van de eerste na de oorlog Nederlandse speelfilm te gaan maken. Er is juist gesproken over het succes van Nederlandse documentaires. We kunnen allemaal enthousiast zijn over onze Nederlands filmjournaal, over onze wetenschappelijke films, mag ik ook nog wel bijvoegen, en onze reclamefilms. De minister sprak verder de hoop uit dat deze nieuwe film het begin zal zijn van een meer regelmatige Nederlandse speelfilmproductie. En hij eindigde... Dus waar de overheid aan kan bijdragen, zullen wij dat graag en eveneens met warm enthousiasme doen. Ik wens u veel succes.